Nou ja, ongeluk zit in een klein hoekje. Het kan de meest ervaren schaatser kan het overkomen dat je een keer met je schaats in een barst terechtkomt. Ik heb 4 jaar geleden de wijze zich geschaafd. En dat is mij naar meer. Dus, Ik heb nog nooit zo ver geschaafd, dus voor mij is het het maximum. Ik heb vorig jaar ook meegedaan. En toen ging het niet zo helemaal als ik had gewild. Dus dit jaar is echt een soort van revanche. Het gaat heel goed. Ik vind dat we. Elke periode zien we weer dat er vorderingen gemaakt worden. En het is eigenlijk nog maar een week of 5 voordat we echt op de Plaanzee gaan rijden. Dus ja, we gaan zelfs al een beetje aftellen. Het viel me eigenlijk niet tegen, moet ik eerlijk zeggen. Hè? Want het punt is dat als je te ver naar achteren afzet. Hè, dan, kijk, als dit mijn lichaamszwaartepunt is en dit is de schaats. En ik zet naar achteren af, wat gebeurt er dan? Mijn glijsnelheid is hoger dan mijn streksnelheid. En ik maak eigenlijk een soort spagaat uiteindelijk. Je ziet aan de hand van de technische aanwijzingen van de instructeurs, waar ze in het begin mee begonnen zijn, zie je toch dat mensen verbeteringen hebben. En die verbeteringen zijn ook leuk, omdat je ziet dat ze ook daardoor steeds meer plezier erin krijgen. Want het schaatsen is heel mooi en dat doe je heel graag. Maar als je je techniek wat kan aanpassen, dat het wat lekkerder gaat, ja, dan krijg je er vanzelf ook veel meer plezier in. Ondanks het schitterende weer ben ik redelijk druk geweest die dag. De ijskwaliteit was erg slecht. Dus veel scheuren en barsten in het ijs, waardoor er veel valpartijen waren. De ene wat minder ernstig dan de ander. Maar helaas ook mensen die uiteindelijk in het ziekenhuis opgenomen zijn. En die geopereerd moesten worden aan een gebroken heup. Ik meen een gebroken schouder. Er is iemand opgenomen geweest in verband met een gebroken elleboog. Ik heb een aantal van het ijs moeten halen die zo hard gevallen waren dat ze een hersenschudding hadden opgelopen. En verder de nodige builen, schaafwonden en snijwonden. You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Nou ja, ongeluk zit in een klein hoekje. Het kan de meest ervaren schaatser kan het overkomen dat je een keer met je schaats in een barst terechtkomt en ten val komt. Dat gebeurt ook op de ijsbaan zelf. En dat kan ook buiten gebeuren. Ja, en dat voorkom je niet, zeg maar. Wel kun je proberen om zo fysiek in zo goed mogelijke toestand te zijn. Waardoor je een val beter kunt opvangen. Waardoor je eventuele ernstige dingen kunt voorkomen. Maar goed, helemaal voorkomen doe je het toch niet. En helemaal niet als je op natuurijs gaat schaatsen. Ik ben sportarts. Ik ben opgeleid in Amsterdam. En na mijn basisdoctoraal ben ik sportarts geworden. En mijn taak is eigenlijk het begeleiden van sporters, zeg maar, in alle takken, alle facetten van sport, zo breed mogelijk, om dat zo gezond mogelijk te kunnen doen. En daar waar nodig te helpen als er blessures of klachten ontstaan. Naast het behandelen van blessures doen we ook een stukje preventie. Dus we doen preventieve onderzoeken om eventueel klachten of problemen, zeg maar, in de toekomst te voorkomen. Er zitten zuignapjes aan de voor het ECG, het hartfilmpje. En anders dan zuigt hij valse lucht aan. En dan vallen de nopjes er tijdens het fietsen de hele tijd eraf. Ik was walking down the street, rocking my beat.
clapping my hands and stomping my feet. I saw a little lady so neat and petite. She was so sweet. Dit is om het, een ECG-registratie te maken. Elke keer als de hartspier samenknijpt, krijg je een elektrische ontlading van de hartspier. En dat registreer je met die nopjes, zodat je dat bekende wiebeltje ziet, zeg maar. Dus het elektrocardiogram. Die mensen die laten zich preventief nakijken, dus hebben in principe geen klachten. Maar gezien de leeftijd of gezien de onervarenheid op het gebied van sport, komen ze een keer langs om alles eens een keer helemaal na te laten kijken. Als het ware een soort APK-keuring. Mensen worden van top tot teen een keer nagekeken. Go see the doctor. Go see the doctor. Nummers 7 en 8 van het klassement. Oldeheuvel moet 700ste goed maken op Ervik. Dat is helemaal niets. Maar Oldeheuvel toont karakter. Heeft natuurlijk ook inhoud als steer. En passeert hier de Noor? Nee. Ik ben van 2002 tot 2007 ben ik een van de bondsartsen geweest van de Nederlandse Schaatsbond. En heb ik inderdaad Jong Oranje en het opleidingsteam lange baan schaatsen begeleid. En naast de begeleiding van die teams deed ik dan in de winterperiode ook de Nederlandse selectie. Dus diegenen die uitgezonden worden voor World Cups of wereldbekerwedstrijden. Dan ging ik ook mee als begeleidend arts. En dan moet je meer zien dat je dan op dat moment de huisarts van het team. Daar komt een nieuw wereldrecord in de openlucht. En dat is een geweldige tijd. 1:46.19. Ik vind het eigenlijk een beetje onverantwoord om door te rijden. We zijn 70 kilometer afgestapt. We dachten vanochtend eigenlijk al van nou, 100 kilometer, dat zal het wel worden. Maar het blijft gewoon, je kunt geen slag afmaken. Het blijft gewoon stappen en om de scheuren heen rijden. En dan gaat de Londen ook een beetje af, hè? Nou, ik heb begrepen dat de organisatie, ook gezien het aantal ongevallen die er vorig jaar waren en de manier waarop die mensen bereikbaar waren, dat ze wel wat aangepast hebben. Het parcours is iets veranderd, zodat er zodat hulpverleners makkelijker en sneller ter plaatse zijn. Ik heb begrepen dat er ook vanuit Oostenrijk zelf eerste hulpartsen aanwezig zullen zijn. Daarnaast zal de Berkraton zal aanwezig zijn met ambulances. We zijn natuurlijk al aan het aftellen voor de Plaanzee. En dat betekent dat het heel belangrijk wordt dat je je eigen heel goed gaat voorbereiden. Niemand weet hoe de omstandigheden op de Plaanzee zal zijn. Dus een optimale voorbereiding en dat betekent eigenlijk met alle dingen beter meeverlegen als onverlegen. En in alle clinics zijn al heel veel dingen aangegeven over materiaal, over kleding, er gaat over voeding gesproken worden. En het is zo belangrijk dat je zorgt dat je alles goed voor elkaar hebt. En als blijkt dat de omstandigheden zonnig zijn en 0 graden, nou dan heb je ze niet nodig gehad. Maar dan ben je wel blij dat je alles gezorgd hebt, want het kan ook zware omstandigheden zijn. Heb ik schaatshelden? Ja, als Henk. Ja, mijn vader. Ja, mijn vader die schaatst al heel erg lang en die traint mij ook. Dat is wel een beetje als het gaat om schaatshelden. Mijn helden. Toevallig heb ik afgelopen zaterdag een clinic gehad van Thomas Gustafsson. En ja, een geweldige vent is dat. Hij kon geweldig schaatsen, maar echt heel bescheiden. En hij kon heel mooi vertellen hoe hij eigenlijk aan zijn successen was gekomen. Schaatsheld. Dat zijn mijn helden, mijn schaatshelden. Dat is ook mijn voorbeeld. Hein Vergeer vond ik altijd een hele goede schaatser. Rientje Ritsma, noem maar op. Sven Kramer natuurlijk. En van de dames ook. Mark Tuitert, hè. Dat is eigenlijk toch wel een favoriet. Ja, hier, deze man. Ja, goed. Dat verlogen ze niet, hè.